side. You're listening to the Fokcast. Fokcast. Het is vandaag zondag 11 februari. En ik zit hier weer tegenover Karen Dame zelf. En we hebben elkaar vorig jaar, eind november. Vorig jaar, november, eind november. Ja. En dan heb je hier een try-out gedaan. En dan werden we onderbroken door het eten. En nu zit je weer te eten. Ben ik, ja. Je bent wel veel netter gekleed dan vorige keer. Ah ja, ik heb een joggingpak aan. Een heel stijlvolle joggingbroek aan, maar wel jogging. Goed, maar dus we hebben de 26 november hebben we ook een opname gedaan. En daar gaan we nu met z'n allen eerst eventjes naar luisteren. En dan komen we terug en dan gaan we verder waar we gebleven zijn. En dan lijkt het net alsof je omgekleed bent en aan het eten. Voilà. Voor de mensen lijkt het net hetzelfde. Fokcast. Het is vandaag zondag 26 november. En ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Karen Dame. Wie had dat gedacht dat jij ooit in mijn kelder ging zitten? Niemand. Niemand? En ik zeker niet. Nee, jij zeker niet. Nee, echt niet. Welkom. Je was al bang dat er spinnen zaten, maar er zijn geen spinnen. Ik heb je, ja. Ja, pas op. Ik vind er, hoor. Ik heb daar een zesde zintuig voor. Dus je bent angstig, bent heel angstig voor spinnen? Redelijke fobieke, ja. Nu, ik ben ervoor in therapie geweest en het gaat echt al veel beter, hoor. Okay. Vroeger, ik had hier niet binnengekomen, niet. Gewoon niet, in de wetenschap dat er zou kunnen zitten. Ja, een kelder, dat is gelijk aan spinnen. Ja. Maar dat er een spin zit, bij mij thuis bijvoorbeeld, dat die spin er zit, vind ik niet erg. Maar als ik weg ga en ik kom terug en ze is weg, is veel erger, hè? Dan weet je niet waar ze naartoe is. Oh, ja. De hel, okay. Vind ik het. Nee, we hebben geen spinnen. Wel heel veel ratten, maar spinnen hebben we... Ah, wel, dat vind ik nu niet. Nee? Nee. Slangen, ratten, muizen, I don't care. Maar geen spinnen. Oké. Okay. Goed. Karen Dame zit in mijn kelder omdat ze hier vanavond gaat optreden. Nee, ik ga niet optreden. Ik ga een try-out doen. Een try-out doen, dat is ook een optreden. Nee, het is geen show. Zeg dan iemand, dan krijg ik stress. Het is een, je gaat try-outen, dus je gaat de theaters in. Klopt. En hoe heet de show? Wel. We zijn er nog niet helemaal uit. Heeft nog geen titel? Oorspronkelijk heette de show De Eerste Keer. Oké. Okay. Maar dan zijn we die beginnen schrijven en eigenlijk kwam er helemaal niks in over de eerste keer. Okay. Allee, nu uiteindelijk wel een beetje, maar mijn stopwoord of stopzin is, daar kraak ik het van. Ah ja. Maar dat was vroeger zo, dus we hebben dat dan nu ook weer veranderd naar daar word ik zot van. Ah ja. Dus ik denk dat de show nu heet daar word ik zot van. Dus en dan gaat het over dingen waar je zot van wordt. Ja. Nu, ik vind dat nog geen slechte titel, want daar kun je twee kanten mee op. Je kunt zot worden van ergernis, maar ook iets waar je zot van bent, iets waar je leuk vindt. Ja, maar het gaat vooral over die ergernis. De ergernissen en de frustraties. Ah ja. Ik heb er veel vandaag. Ja? Ja, fobieën ook. Nee, eigenlijk maar één. Maar het is... wacht, dat loopt al. Ja. Hoe ben je erbij opgekomen om het theater in te gaan? Wel, ik zat vroeger bij K3. En, ja, ik ken je oeuvre niet goed, maar dat weet ik nog. Ja. En onze eerste manager, William Vazen, Niels William, die... had mij gezegd ooit is van, jij moet ooit een one-woman-show doen. En Peter Thijssen ook. Ah ja. Als ik die leerde kennen, zei hij, ooit ga jij een one-woman-show doen en ik ga die schrijven. Nu moet ik zeggen dat hij hem dus heeft meegeschreven. En vooral mij een beetje coacht ook. Oké. Okay. En als ik toen in 2016 zijn we gestopt met K3 en het eerste bericht dat ik kreeg was van Niels William. Die woonde toen nog in Zuid-Afrika en die stuurde, super, gedaan met K3. Wanneer komt die One Woman Show? Want ik zit op de eerste rij. En ik dacht, ha. Maar toen was die terug in België. Hebben we vorige zomer, geloof ik, mekaar terug gezien en gebabbeld en gedaan. En dan zei hij van, hey, wanneer ga je nu die One Woman Show doen? En ik zeg, ja, ga jij het regelen? En hij zegt, ja, dat is goed. En dus een week later was hij mijn manager. En nog een week later stond de datum vast. 13 december in Arenberg. Ik denk, oké. Oh, dat is nog 2,5 week. Oh, zwijg.
Ah, wel, maar daar heb ik minder schrik van. Ah, ja. Omdat ik weet, dat zijn mensen die hebben een ticket gekocht, die willen mij zien. Ja. Dus die gaan het sowieso leuk vinden, ja, denk ik dan. Ja. Plus, er zitten ook veel vrienden en familie. Dus daar ben ik minder bang voor. Maar die try-outs, gelijk dit hier vanavond, ah, ja, ik denk dat dat veel kritischere mensen zijn. Dat zijn geen echte fans. Nee, maar het is ook wel om in een soort intieme setting, is ook wel bijzonder. En die zullen wel blij zijn dat ze erbij zijn, hoor. Ach, ik hoop het. Ik ben toch blij dat ik erbij ben. Ik hoop. Nee, maar dus dat is ook wel, dat geeft ook altijd wel een soort leuke vibe. En we zijn hier onder elkaar. Ja, maar dat geeft mij toch altijd meer zenuwen. Ik, ja, heb 100 keer in het Sportpaleis opgetreden voor 20.000 man. Bij de toppers in Amsterdam, 70.000 mensen. Geen enkel probleem. Maar hier, met zo weinig mensen, ah, ja, oh, dat vind ik veel akelig. Die dicht op je zitten. Ja, ja. All right. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat ik leuk vind is... Ja, je bent... dat K3-verhaal, hoe lang heeft dat geduurd? Wanneer zijn jullie begonnen? 98. Dus je hebt dat, bijna 20 jaar gedaan. Ja. En ik heb wel het gevoel... want ik zeg het, ik ken er niet zoveel van, want ik ben niet de doelgroep van die dingen. Maar toen je daarmee gestopt bent, ben je daar ook wel van afgestapt van dat rolletje wat je toen moest spelen. En je bent gewoon nu 100% jezelf, heb ik het gevoel. Ja, 100%. Nu moet ik wel zeggen, tijdens K3 ben ik ook mezelf gebleven. Maar dat waren zo karaktertrekken die dan uitvergroot, ja, werden. En natuurlijk moesten een beetje uitzien hoe en wat en zo allemaal. Maar ik heb nooit echt zo dat rolletje gespeeld. Ik vond dat heel moeilijk, ja, om een rolletje te spelen. Christel, die kon dat perfect. Ja. Die kon vanaf dat wij onze K3 tenue aan hadden, maakte zij die klik. En Kathleen, die moest geen klik maken, want die was gewoon echt zo. Ja. Ja. Dus jij was eigenlijk een beetje de rocker. Jij was de Robbie Williams. Jij was de Robbie Williams van K3. Woehoe! Nou ja, ja het is wel een beetje zo, toch? Ja, ik was wel zo wat de zogezegde rebelsen. Mijn haar was knalrood geverfd. Ik had een tattoo, die tongpiercing. Dus ja. Ik was wel zo inderdaad een beetje de rebel van K3. Dat is waar. Ja. Maar ik heb wel wat... we hebben elkaar wel gezien voor tv-dingetjes dat ik heb geholpen. Ja, ik vind dat altijd heel prettig, want je bent gewoon heel open. En ik heb wel het gevoel dat er een soort ding is wat dan van je af is. Dat je daardoor dacht van, nu doe ik gewoon waar ik zin in heb. Ja, ik heb daar zeker geen spijt van. Ik ben er ook niet gegeneerd voor, integendeel. Ik blijf voor altijd dat etiket dragen van K3. Maar ik ben daar ook heel trots op. En ik ben ook heel zeker dat als ik dat niet had gedaan, dat ik nu niet had gestaan waar ik nu sta. Tuurlijk. Dus ik ben daar absoluut... Maar het was mooi geweest, letterlijk. Ja, snap ik. Het was echt mooi geweest. Ja, het was goed geweest. En dat is blijkbaar ook een brand, want nu zijn er gewoon andere incarnaties, dan weer een andere incarnatie. Het is gewoon een soort merkding. Ja. Jullie waren de originals. En wat daar leuk aan is natuurlijk, dat je nu ook... Er zijn mensen die in een soort nostalgie... Nog die mensen die fan van jou zijn, omdat ze vroeger als kind ook fan van jou zijn. Ja, ja, dat klopt. Je hebt nu meerdere generaties die fan zijn van u. Ja, er komen nu soms mensen naar mijn show kijken die vroeger als kind naar K3 kwamen en die dan nu hun eigen kinderen mee hebben. Ja, dus, ja. Ja, dan voel ik me wel oud. Maar ja. Ja, dat gaat ook niet anders. Ja, als je op een gegeven moment... Ja. Maar goed, de voorstelling, dat is hetgeen waar je nu bezighoudt. Of ben je ook nog bij, doe je heel veel dingen tegelijk? Of? Ja, verschrikkelijk. Echt waar. Ja? Ja. Maar ik vind dat niet erg, hoor. Ik zeg nu wel verschrikkelijk, maar ik heb het allemaal onder controle. Ik heb een heel drukke agenda, maar die wordt heel goed beheerd. Ik heb echt alles onder controle. En allez, ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld donderdag heb ik heel een dag gedraaid voor familie. S'avonds had ik dan een try-out. Ja. Mijn eerste try-out in Gent. De dag daarna had ik repetitie voor de Wintervue. Ik doe ook mee in Milo, de telenovelle van Camille. Okay. Ik heb mijn eigen programma opgenomen in augustus, dat dan in januari op antenne komt. Ik zit in I Can See Your Voice. Er is nog een nieuw tv-programma waar dat ik denk ik niks van mag zeggen, dus dat doe ik ook niet. Maar er zijn ook al een paar dagen opnames voor geweest. Ik heb eenmaal, andermaal gedaan, dus het is... Amai, ja, heel veel. Echt heel veel. Mensen gaan me nog beu worden. Hey, maar is dat dan... Want heel veel mensen die ik ken die theaters ingaan, ja, die moeten zich alleen daarop focussen. Is dat niet lastig dat je al die dingen tegelijk doet? Dat je die focus moet verdelen? Nee, ik vind dat heel leuk. Ah, ja. Ik vind dat heel saai als je alleen maar altijd hetzelfde doet. Ja. Ik vind dat super om... Oké, vandaag maak ik de switch. Ah,
We gaan we gaan try-outen voor de One Woman Show. Okay. En morgen heb ik terug 6 scènes familie. Ja. En overmorgen heb ik opnames van een ander tv-programma. En de dag daarna heb ik de telenovelle en persdag. Ik vind dat leuk. Maar, dat is wel, ja, dat is, maar jij leeft dan ook vanuit je agenda. Dat kan niet anders. Dat is alleen maar agenda. Ja, ik kijk vanavond wat ik morgen moet doen. Ja. En morgenavond kijk ik, wat moet ik dinsdag doen? Ik leef letterlijk van dag tot dag. Ja. En tot hoever zit dat dan al ingepland? Is dat dan echt een jaar of is dat 2 jaar? Of beangstigt dat niet? Nee, dat geeft een gerust gevoel. Omdat er een steady inkomen... Ja, je weet van oké. ik ga nog even niet zonder werk zitten. Want de echte ingeplande dingen, gelijk de opnames van familie, dat is nu tot eind januari. En dan weet ik van oké, in februari doe ik nog een show in Arenberg. Eind april doen we James the Musical. Van de zomer gaan we nog iets heel leuk doen waar ik nog niks over mag zeggen. Dus het is nog niet allemaal dat vast nee, ligt, nee. Maar wel de periodes zo waar. All right. Hey, en die show in de Arenberg, dus 13 december, ik wil geen stress, maar dat is toch al over 2 weken. 13 december première, en doe je dan ook een tour of zitten er dan een hoop shows aan vast? Wel, het is de bedoeling, dus 14 februari doe ik er ook nog één in Arenberg. Valentijnsdag? Ja. Dat is keigoed. Leuk, hè? Ja. En dan op 16 maart in Oostende, Casino Cursaal. Ah ja. En dan zouden we in het najaar gaan toeren in de culturele centra. Oké. Ja, dat is, je hebt dat natuurlijk wel al gedaan. Heb je het culturele centrum ook al gedaan? Of zijn er altijd grote zalen die je gedaan hebt? Nee, we hebben alles gedaan. Alles, ja. Het is wel anders nu dat je het alleen moet doen. Ja, dat is het. Hè. Daarom ook een beetje de eerste keer. Dat was eigenlijk de eerste reden waarom dat we het zo noemden. Maar ik de eerste keer helemaal alleen op het podium sta. Oké, er zit een pianist achter mij, maar ik wil maar zeggen, als ik iets fout doe, kan ik niet rekenen op 2 anderen. Nee. Dan moet ik het zelf zien. Iedereen is op jou gericht. Het is dat wel. En dat geeft wel stress, maar langs een andere kant denk ik, ja, als er iets technisch misgaat, dan zeg ik gewoon, man, er gaat even iets mis. Allee, ja. Dat is het voordeel, als jij alles beheert, dan kun je het ook naar je hand zetten, kun je ook een beetje improviseren, kun je ook eens iets anders vertellen als je wil, want je kunt gewoon doen. Je bent niet met die andere mensen, die gaan niet raar kijken als jij iets anders doet. Ik ben een baas. Ja. En dat is leuk, hoor. Ja, dat weet ik. Ik ben ook graag de baas. Vroeger niet, hè. Dat heeft lang geduurd voordat ik zo zelfzeker was om dat aan te kunnen of zo. Ja. En nu denk ik, hallo, ik ben bekend een halve eeuw oud. Als ik het nu nog niet kan, zal ik het niet kunnen. En ook gewoon een soort fuck it, gewoon let's go. Ja, ja, zo veel minder... U aantrekken van wat andere mensen denken. Dat is zo plezant. Eigenlijk is dat op zich niet erg zo ouder worden, want ik vind dat alleen maar veel chiller. Ik kan het er vandaag nog met mensen over. Het is gewoon, ik had al niet zo heel veel... Ik had al een beetje scheid aan alles, maar nu heb ik nog meer scheid. Ik bedoel, wat maakt het uit? Ja. Op een gegeven moment heb je ook je omgeving en je vrienden en dat heb je allemaal. Dus je moet ook niet meer zoeken om zorgen dat je niemand tegen het harnas... Maakt niet uit. Ze kennen mij, ze weten het en ja, take it or leave it. All right. Wat, zijn er wel dingen die je dan nog wil veranderen aan jezelf? Dat je denkt van, oké, dat is wel een eigenschap waar ik echt nog wel een beetje aan moet doen. Ja, men te laat komen, hè. Hoe, je was vandaag op tijd? Nee, ik was 10 minuten te laat. Nou, 10 minuten, dat telt niet. Dan ben ik ook altijd. Maar mijn eerste item... Oei, pardon, mijn telefoon. Sorry, ik wist niet dat jij nog opstond. Het is de Cult Seashell Sanctuary Station. Dat is keigoed. 1, 2, 3 en. Sorry, het is mijn manager. William, ik zit momenteel in het midden van een podcast. Ah! Oké, dan ga ik u rustig laten podcasten. Ja, maar waarom belde je? Gewoon omdat ik onderweg ben naar jouw locatie van straks. En ik dacht, ben je ook al onderweg? Och, schatje, ik ben hier al een uur. Je kent mij toch? Ik ben altijd op tijd, hè? Zalig. Het is goed, tot zo diep. Tot zo. Joehoe. Tot zo. Tada. Die weet niet dat hij er nou ook in zit. Nee. Maar het goeie is... het goeie is niet, maar het eerste item van mijn show, Sebiet, gaat over te laat komen. Ah, ja. Over mijn ziekte. Het is echt een ziekte. Ja. En is dat dan omdat je... vertrek je te laat... Word jij ook altijd gebeld op het moment dat je denkt, ja, nu ben ik al een beetje te laat, nu moet ik niet meer gebeld worden en dan word je nog gebeld? Nee, het is echt mijn eigen schuld. Ah ja.
Ik vertrek gewoon om te beginnen al veel te laat. En dat zit dus ook in de show. Als ik om 12 uur in Antwerpen moet zijn, dan vertrek ik in Lint om 11:55. Want dan denk ik, ik ben toch nog nooit te laat. Nee, dan ben je nog niet te laat. Maar dan weet je, dat gaat tegenwoordig. Dan moet je een helikopter pakken en dan lukt het misschien zelfs nog. Nee, maar mensen weten dat al ondertussen. Ja. Dus heel dikwijls wordt dat al ingecalculeerd. En zeggen ze tegen mij, je moet er om 6 uur zijn, terwijl ik er eigenlijk maar om 7 uur moet zijn. Maar ja, als je dat weet, dan... Dan kom ik nog later, hè. Vreselijk. Bij mij is dat ook zo. Ik ben ooit... Ooit had ik een maat van mij, Bas, had ik afgesproken... Ik zei, om, laten we zeggen, inderdaad 7 uur. En ik had hem ik zei, ja, ik ben iets eerder klaar, dus we kunnen vroeger afspreken. Dan hadden we om 6. Dus oh ja, 6 uur is goed. En dan ben ik daar toch pas om 19:30 aangekomen. Dus dan was ik toch nog later dan het eerst afgesproken ding. Ik heb dat ook al... Of als mensen naar mij sturen van... doe maar op je gemak, hè, want ik ben hier nog niet klaar. Ja, dat moet je tegen mij niet zeggen. Hè. Dan kom ik een uur te laat. Dat moet je nooit zeggen tegen mij. Maar ik ben als de dood dat ik ergens aankom... En dat ik moet wachten. Ja, heb ik te vroeg komen vind ik veel erger. Nochtans is dat niet zo erg, want ik heb dat onlangs eens gehad en ik was 10 minuten te vroeg en ik dacht, oh, zalig. Ik kan 10 minuten dan met mijn Instagram bezien of een spelletje op mijn iPad spelen. Of dat is eigenlijk wel leuk, ze te vroeg zijn. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten wachten, maar ik vind het... En daardoor moeten mensen op mij wachten. Dat is ook niet tof. Dat nee, is niet fijn. Het, want, het is geen goeie eigenschap. Want jij bent wel Karen Dame. Ik ben niemand. Dus ik ben in principe niet iemand het wachten waard. Oh. Ik heb ook al eens gehad. Een vriendin van mij, ik zal de naam niet noemen, Griet Wils. Eh? Die letterlijk... Als ik een minuut te laat was, doorging. Die zei, ja, je was niet op tijd. Ik ben weg. En zo leer ik het wel. Ja, dat is wel. Maar vroeger was ik nog niet Karen Dame. Allee, jawel. Maar dan nog niet de Karen Dame. Nee, vroeger was ik de Karel. Nee, is niet waar. Maar, dus, maar vroeger, als ik nog niet bekend was, kwam ik ook altijd te laat. Maar dan dacht ik, dan waren er nog geen gsm's. Hoe deed ik dat? Hoe verwittig de mensen om te zeggen, ik ben laat. Maar dan kun je wel ook shit uit je hol trekken van redenen en zo. Want dan kunnen ze ook niks checken. Nee, dat en, is waar. Ja, er was een supergroot ongeval in de ring. Dat weten ze dan niet, want dat is helemaal niet waar. Maar dat kun je wel allemaal, dat kun je wel verzinnen dan. Ja, dat is waar. Ja. Dat gaat niet meer nu. Hey, als je zoiets voorbereidt, hè, je schrijft die teksten samen met mensen, je hebt een pianist, dus je gaat ook liedjes doen dan? Ja, maar dat gaat vanavond niet. Nee, vanavond is... Nee, daar omdat de liedjes nog niet af zijn. Allee, wel, maar ik ken ze nog niet. Oké. Okay. En het zijn nieuwe, ook nieuwe liedjes? Ja. Niet iets van vroeger? Nee, één liedje is het liedje van mijn zoon, dat staat op mijn soloplaat ook, en dat heet Astronaut, dus dat is gewoon een heel... mooi liedje dat ik echt voor mijn kind heb geschreven. Ah, ja. Maar voor de rest zijn het allemaal plezant. Allee, onnozele... Nee, niet onnozele liedjes, maar over... Beetje cabaretteskere liedjes. Ja. Grappige liedjes. Ja. Alright. En dan de teksten schrijven. Ben je gewoon... Ben je inderdaad met het thema ergernissen begonnen? Of ben je gewoon beginnen schrijven? Of ben je dan gaan brainstormen? Of is het dan gegaan? Ah, wel, er zijn 2 of 3 sketches... door Geert Verhulst geschreven. Ah, serieus? Omdat hij mij natuurlijk zo goed kent. En ik vind dat de grappigste mens op aarde. Oké. Okay. Dus, op aarde? Dat vind ik nogal een bold statement. Ah, wel, ik ben dan denk je toch zeker van België. Oké. Okay. Ja, toch in de top 3 van grappigste mensen op aarde. Oh, wauw. Oké. Ik ben ongelooflijk grappig. En, dus ik wist gewoon, als hij een sketch schrijft, dan weet ik, daar moet ik niks... Oei. Fokkast. Oké, kleine technische storing. Kijk, ik knip nooit, dus dan benoem ik gewoon wat er gebeurt. En dan is er een kleine technische storing. 100% mijn fout. Maar dat was omdat mijn computer in de war was, omdat jij zei dat Gert Verhulst de grappigste mens ter wereld was. En mijn computer crashte daar eventjes op. Oké. Je dacht, wat zegt ze nu? Heeft hij het nu gezegd? Maar nee, vertel. Ja, dus die heeft een sketch voor jou geschreven. Ja, die heeft een sketch of 2, 3 geschreven voor mij. En als ik dat las, moest ik echt luid op lachen zelf. En ik hoorde mezelf het al zeggen. Dus dat is echt wel... Daar zijn we een beetje van het begonnen. En dat gaat over te laat komen, omdat je mij zo goed kent. Ja. Dat gaat over mijn frustraties en over... Hey, trouwens, Gert Verhulst, hoe heet hem? Die hebben hier opgetreden ooit, hè? Gert en... James. Samson. Oh. Nee, die andere. Die andere hond. Die andere hond. Ah, is het echt? Ja, die hebben ooit... Saartje van de Driessen was de gast op de boot. En dan hadden ze bedacht met die... Hè, want dan hebben ze zo'n redactie die zegt... Weet je wat ons leuk lijkt? Zo'n redactieding, je kent dat wel. Ja.
En dan zeiden ze hier, Saartje hier, die wou dan hier komen optreden. En dan hebben Gert en James hebben hier een sketch gedaan in Joker. Oh god, zeg. Ja. Hmm. En ik zal nooit vergeten, die dag was voor mij heel bijzonder, omdat de andere gast die er ook was, maar die was gewoon meegekomen, was Ron Brandsteder. En dat is, ja, dat is een soort televisiegod in Holland. Wel. Dus ik heb samen met Soen Suki heb ik een selfie met Rob Brandsteder. Oh, heerlijk. Dat is voor mij ook een televisie. Ja, dat is gewoon zo. Maar goed, dus die hebben hier ook al. Dat duurde wel maar 5 minuten of zo. Ja, jij gaat een uur spelen, maar goed, oké. Okay. Ja. Ja, vertel verder. Dus die heeft er een goede sketch geschreven? Ja, heeft er een paar goeie geschreven. En dan zijn we daar een beetje op voortgegaan. En dan Bart Foubert en Peter Thijssen hebben dan de rest geschreven. Maar wel nadat we heel veel hebben gebrainstormd. Ja. En nadat ik heel veel dingen heb verteld. Dus er zitten ook een aantal vertellingen in die echt, die zij niet hebben geschreven, omdat dat gewoon echt gebeurd is. Dus ik vertel dat gewoon echt. Vind je het moeilijk om, want daar ben ik wel benieuwd naar, omdat ik vind dat jij gewoon prettig vertelt, om het niet te geschreven te laten klinken, om het te vertellen alsof je tegen iemand aan het toog aan het vertellen bent? In het begin als ik dat dan las, dacht ik, nee, dat zou ik nooit zeggen. Dus ik heb alles naar mijn mond gezet, echt wel. En over laatst ook, er was dan een voorval dat ik had meegemaakt met Ria Valk in Nederland. Ja, ja. Met Gert ook. Holy shit, dat is ook een soort oude coryfee. Wat is dat? Borstjes op mijn borstjes. Ja. En ik heb daar echt ooit iets mee meegemaakt. En ik wilde dat heel graag vertellen. En dat hebben zij dan uitgeschreven. En toen heb ik gezegd, oké, hier gaan we doorstrepen. Ik vertel dat hoe het echt gebeurd is. Gewoon alsof je tegen mij aan het oog zou vertellen. Ja, want ik heb dat verhaal al heel veel verteld, zoals het echt dat gebeurt. Dat zit gewoon dus klaar. Is, het is gewoon heel raar om dan iets wat geschreven staat te zeggen. Nee, dat is ook het verschil tussen theater en wat een beetje comedy-vibe is, mm-hmm. is dat je een beetje vertelt alsof je tegen iemand aan het oog vertelt. Want oorspronkelijk was het niet de bedoeling om die one-woman-show een comedy-show te maken. Nee. Ik heb zoiets van, ik ben geen stand-up comedian. Nee. Maar dan zei William, mijn manager, van, je moet jezelf zo niet onderschatten. Jij bent wel heel grappig. En je moet echt wel zeggen, de mensen gaan echt in hun broek pissen van het lachen. En ik dacht, moet dat nu echt? Dat is niet zo. Maar dan kreeg ik die sketches van de Gert en dan dacht ik, jawel, ze gaan wel heel hard lachen. En daarom probeer ik ook de rest van de vertellingen. Er zijn erbij die echt gebeurd zijn. Er zijn erbij die totaal uit de lucht gegrepen zijn. Er zijn erbij die een beetje aangedikt zijn. Ja. Maar ik probeer het wel allemaal met een leuke. Maar jij bent toch altijd, zoals ze dan in dat tv-jargon zeggen, jij rendeert toch heel goed in humoristische programma's? Dat is toch altijd wel geweest? Ja. Juist omdat je zo jezelf bent en omdat je niet die 25 filters hebt die ervoor zorgen dat je een soort robotachtig gaat gedragen. Ja, nee, dat heb ik lang moeten doen en dat wil ik niet meer. Ja, nou, dat voel ik, daarom, ja. Dat is ook goed, want dat om en zeker met alle respect voor het Vlaamse tv-landschap, daarom breekt dat soms een beetje aan. Ja, en vooral om vrouwen, zeggen ze dikwijls. Want dat vind ik ook bij mannen ook, hoor. En ook omdat dat AN-verhaal, dat je moet spreken zoals niemand spreekt. Mm-hmm. Want niemand spreekt zo. En als jij gewoon je eigen taal hebt en je gewoon spreekt zoals je normaal spreekt, mm-hmm. dan komt het al veel authentieker over. Ja, ik heb dat ook zelfs bij de opnames van familie. Ik hoef daar totaal niet mooi AN te spreken. Ik mag mezelf zijn. Nee. En daardoor krijg ik zoveel complimenten van mensen die zeggen, amai, jij doet dat zo goed, dat komt zo naturel over. En dan denk ik, ja, dat is omdat ik gewoon spreek zoals ik spreek. Een politieagent zegt nooit, mag ik uw rijbewijs en uw identiteitskaart? Nee, die zegt gewoon rijbewijs en pas. Ja, zo. Tuurlijk. Dat is veel echter. Ja, dat is dat begint er nu een beetje uit te geraken, gelukkig. Maar dat is lange tijd in België. En dat je denkt van, ja, maar het moet verstaanbaar zijn, dat snap ik ook wel. Ja, ja. Maar je moet niet een taal spreken die niemand spreekt, want dan wordt het artificieel. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Dus voilà. Dus daarom. Maar goed, en als je aan zoiets werkt, zijn er dan dingen waar je naar gekeken hebt? Of wat een beetje een voorbeeld is? Of iets wat je goed vindt? Of... Eigenlijk niet. Omdat ik niemand wil imiteren. Ik wil gewoon mezelf zijn. En Peter Thijssen, die mij dan coacht, die zegt wel van, deze zin moeten op het einde niet naar beneden gaan. Je moet dan naar boven, want dan krijg je die reactie. En dan denk ik, dat is waar, oké. Dus ik luister naar de tips en ik gebruik die ook en ik doe er iets mee. Maar ik wil niet kijken naar anderen, want dan ben ik bang dat ik ga imiteren. Ja.
En, maar zijn er dingen, ja, bijvoorbeeld, hè, als, naast Gert Verhulst, wie vind je nog grappig? Philip Geubels. Ah ja, ja. Ongelooflijk. Maar dat zijn, die zijn allebei wel man, bijvoorbeeld, en droog. Hè, die zijn allebei heel droog. Dus dat is iets waar. Maar dat ben jij niet, vind ik. Jij bent veel meer een flap uit. Ah ja, ja, dat kan wel. Maar ik volg bijvoorbeeld op Instagram Evert Kwok. Ja. Vind ik fantastisch. Ja, ja, ja. Een droge humor, I love it. Ja. Maar inderdaad, zelf gebruik ik die niet veel, omdat niet heel veel mensen daarmee mee zijn of zo. Allee, niet dat ik zeg dat mensen dom zijn, maar ik weet wel... Klein beetje wel, maar dat is niet erg. Nu ook, in de show, er zitten een aantal dingen in dat ik soms denk van, oké, moet ik hier de mop uitleggen of niet? Ja. En dat hangt gewoon van het publiek af, de avond zelf. En dan zie je echt aan het publiek van, oké, ja, die hebben het, ja, ik ga het moeten ze uitleggen. Ze hebben het niet door, oké, ik ga nog een stapje verder. En ik heb ook met de vorige try-out gemerkt dat ik op een bepaald moment iets uitlegde, dat ik dacht, dat moet ik niet meer doen, want ze snappen het zo. Ja, ja. Je weet dat niet op voorhand, maar nee. Dat is ook wel leuk. En dat is bij try-outs, dat zijn, daar heb je try-out voor, omdat voilà. Je inderdaad, omdat je de reactie van het publiek, en zelfs ervaren mensen die dat al jaren doen, die weten nog altijd, die weten wel gemiddeld van dit zal werken, dat minder of dat meer. Of, mm-hmm. Maar dan heb je nog altijd dingen die denken, oh fuck, wist je dat ze daar zo hard om moesten lachen? Ja. Dat weet je niet. Ja, soms lachen mensen zo hard met iets dat ik dacht, deze is helemaal niet grappig. Ja. En dan die moppen die ik het beste vind, komt dan geen reactie op. Maar heeft dat kan ook soms te maken hebben met het feit dat je denkt van hier komt een groei. En dat je hem dan ook verkeerd poneert. Snap je? Ja, ja, ja. Dat je iets te trots denkt van, jongens, hier komt hij. En dan, ja, dan voelt hij. Ja. Oh. Goh, dat is wel, ja, ik vind het wel boeiend hoor. En ik vind het ook wel, wat ik ook gaaf vind, is het is toch een beetje out of your comfort zone. Het is toch iets wat je nog niet gedaan hebt. Absoluut. Volledig out of my comfort zone. Maar het leuke vind ik echt waar. Dat vind ik het mooiste compliment dat ik al een paar keer heb gekregen dat mensen tegen mij zeggen van, ik vind dat zo moedig van u. Ja. Ik vind dat heel dapper, heel moedig. En dan denk ik, dat alleen al vind ik goed. Kan zijn dat niet goed is, hè, maar je hebt wel gedurfd. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Nu, ja, oké. Okay. Kijk, ik doe natuurlijk heel veel open mics en open podia. En daar zijn een hoop mensen bij die het ook durven. Van, ik denk van, hadden ze het maar niet gedurfd. Dus, dat kun je misschien nou vanavond tegen mij ook zeggen. Ja, ja, we zullen zien. Is er iets waar ik op moet letten? Zijn er dingen dat je denkt van, ah ja, een bit waar je denkt van, ah, daar is nog een beetje werk aan. Of iets waar je denkt van, dat vind ik heel leuk en hopelijk komt dat over. Zonder te spoileren natuurlijk, want mensen moeten maar komen kijken. Ja, een beetje wat ik er net zeg, van moet ik hier de mop uitleggen of niet? Ja, ja. De doorsnee Vlaming, begrijpt je dat? Of heeft je die uitleg nodig? Daar ben ik een beetje... Dat hangt er echt heel hard vanaf wat voor publiek dat je hebt. Dus. En hoe marketen jullie het ook echt als een comedy show of gewoon een one-woman show? Ja, ik wil wel dat het echt een one-woman show blijft. Voilà, ik vind niet dat mensen zich verplicht moeten voelen om mee alles te lachen. Nee, nee. Maar ze gaan toch wel veel lachen. Zit er ook een serieus momentje in? Ja, maar weinig. Weinig. Ja, ja, als ik over mijn zoon begin en dat liedje voor mijn zoon. En een paar serieuze momenten, maar zeker geen emo. Of, nee, dat zeker niet. Nee, nee, nee. Dus je wil het wel... Plezant blijven. Moet plezant blijven. Plezant blijven. Alright, ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus nu heb je een aantal shows en dan is het de bedoeling dat je het volgende seizoen, het seizoen 24-25... Dat je dan de culturele centra, hè. Allee, ja, als het goed is, hè, als ze ons boeken. Hè. En als ze me niet boeken, dan ga ik iets anders doen. Dan ga ik in de lijst achter de kassa zitten. Ja, ik denk niet dat nodig is. Ik bedoel, je doet al zoveel. En vind je het allemaal even leuk? Of heb je... want sommige dingen zijn niet uit of je komt... Als je op een gegeven moment geacteerd hebt, als je familie doet... Ja, hoeveel seizoenen doe je dat al? Dat is nu het vierde jaar, denk ik. Ja, voilà, dus... Maar ik blijf dat superleuk vinden. Ja. Ik meen dat echt, hè. Ik doe eigenlijk alleen nog maar dingen die ik echt graag doe. Ah ja. Echt wel. Dat is fijn dat kan, hè. Ja, zal. Niet zoveel mensen kunnen dat. Nee, dat is waar. En ik weet dat echt wel heel een grote luxe is. Ja. Ja. En als je één moest kiezen... Dat zijn van die bullshit vragen, hè. Maar als je één moest kiezen, wat is het dan? Goh, zo moeilijk. Hetgeen dat het meeste verdient. Nee, nee, is niet waar. Zeker wel. Ja,
Maar ik weet niet, en wat verdient het meeste? Ik denk die culturele centra dat ik kon doen volgend jaar. Dus alsjeblieft, boek mij. Hoe groter de zaal, hoe meer je verdient wel. Dat hangt natuurlijk per kaartje en hoeveel mensen er... Ja. Vanavond moet je niet op... Het zal er geen zijn vanavond. Nee, nee, vandaag is niet aan de hand. Ja, ik weet niet. Ja, ik bedoel, zo platen uitbrengen, dat is allemaal niet meer... dat heeft geen enkele zin. Ik weet dat wij met K3 de grote shows... En de merchandising, dat was hetgeen dat meestal bracht. Ja. Nu, vind je dat raar om je hoofd nog op van dat soort dingen te zien? Van een hoofd van 20 jaar geleden? Ja, dan denk ik vooral, oh my god, ik was jong. En ik had toen mijn ogen nog niet laten doen. Dat. Echt waar? Die zo toehangen. Ja, dan denk ik, dat was voordat ik mijn ogen had laten doen. Maar voor de rest, nee. En ik heb nooit ook echt gevonden dat dat Karen Damen was op die... Dat is een personage? Ja, dat is Karen van K3 en dat ben ik niet. Ik heb dat wel... Want wordt dat nu op tv allemaal door elkaar uitgezonden? Dus als mensen nu kijken, zien ze dan soms jou en soms die andere en dan weer die andere? Ja, op Studio 100 TV is dat blijkbaar nog altijd zo. Dus er zijn echt kindjes van 5 die nog altijd naar mij komen en zeggen, Karen van K3, dat ik denk, maar schattenbolletje, je wordt nog niet geboren en ik was al gestopt. Dus ik snap het niet. Maar die zien dat. Ja. Of die ouders zeggen, dat was de originele. De echte. Dat is de echte. De echte. Dat vind ik goed en origineel vind ik ook goed. De oude vind ik iets minder leuk. Nee. De echte. De enige echte. The originals. Nee, ja, maar ja, dat is toch wel... Ik weet niet hoe dat werkt in een kinderhoofd. Maar dat je inderdaad dat personage door verschillende mensen... Want ja, dat is natuurlijk niet... Hè, de zogenaamde rossen van K3. Dat, jij bent dat. Mm. Maar die andere twee zijn niet dat personage. Of moeten die ook een beetje de Robbie Williams zijn? Nee, toch? Of wel? Is dat de bedoeling dat de rossen de... Ik denk dat niet, nee. Want toen hebben daar toch een eigen invulling aan gegeven? Ja, want toen dat Kathleen vervangen werd... Allez, nee, niet vervangen. Opgevolgd werd door Josje... Ja. Josje heeft Kathleen zeker niet geïmiteerd. Nee, die heeft haar eigen ding daarvan gemaakt. En ik vind dat wel tof dat ieder zijn eigen karakterje heeft. Ja. Maar in het begin was het inderdaad zo. Ja. Kathleen was de schooljuf. Christel was de organisator, zal ik maar zeggen. Ja, nog altijd geloof ik, hè? Niet? Die organiseert toch nog altijd dingen en management en weet ik veel wat, of is dat niet? Nee, die heeft nog een tijdje manager geweest van K3, maar die doet nu zo echt wel echt voor... En zorgen voor mama en zo. Die is heel geëngageerd wat betreft zo kinderarmoede en zo. Ah, dus ja. Die is zo heel, heel, heel goed bezig. Dat is heel moedig. En het is heel belangrijk dat mensen dat doen, zodat wij er niet hoeft. Ja. Dank u, Christel. Dankjewel. Ik heb die één keer ontmoet, denk ik. Maar dat komt omdat Jean Thomas, haar man, die is ook een grote nerd. En net als een nerd, net als ik. Dus ik ken die via Sven de Ridder. En we hadden een podcast over Star Wars. En toen zei Sven, je moet Jean Thomas vragen. Ik zeg, ik ken er natuurlijk niet zoveel van. En ik weet wel wat Accession. En ik bedoel, ik ben niet helemaal achterlijk. Maar... Dus dan heb ik daar een podcast mee gedaan. En dat was super leuk. Wat een leuke vent is dat, zeg. Toffe gast. We waren op een première van een stuk van de Sven de Ridder Company. En dan was het Jean. Ik zei, nu kan je eigenlijk eens ontmoeten. En we waren de hele tijd over Star Wars en over dat soort flauwekul aan het slap lullen. En op een gegeven moment komt Christel er echt zo. Ja, we moeten nu door. Het was echt zo. Ik wil nog met mijn vriendjes praten. Ja. Dat was echt zo. Mag niet. We stonden ook wel al redelijk lang te lullen natuurlijk. Want over dat soort... Dat is daar kan ik over blijven zeuren. Ja. Maar dat is een hele aardig vent, is dat. Ja, maar dat is dikwijls, hè, dat als je iemand niet kent. Ik heb dat ook, ik heb ook vooroordelen. Ja. En dan ontmoeten die persoon en dan denk je, amai, dat is eigenlijk een keitoffe gast. Ik schaam mij dat ik daar zo over heb gedacht. Maar dat is heel menselijk. Ik had het met Bart Peters. Ah ja? Ik vind het op tv niet zo leuk. En in het echt vind ik, is dat de liefste man ter wereld. Ah ja. Ja. Ik heb die twee keer ontmoet. En dan voelde ik me eigenlijk een beetje schuldig dat ik een lul vond. Dat je er zo over gedacht. Maar als je hem dan daarna op tv ziet, denk ik... Ja, ik vind je bent dus wel een lul. Voor de duidelijkheid, dat is de aardigste man ter wereld. Maar ik ben... Dat is nog een beetje oldschool, snap je? Ja. Dat is belangrijk in alles. Maar ik denk dat we daar een beetje gepasseerd zijn. Ik denk dat in Nederland veel minder is. Ja. Maar ik merk ook heel dikwijls dat mensen... Hey, bijvoorbeeld, waar ik mijn nagels laat doen. Hey, er komt dan iemand anders en die hoorde dan... Ah, Karen komt hier ook. En die vraagt dan om dat meisje die mijn nagels doet. Die Karen, hoe is die? Ja. Omdat mensen zoiets hebben van... En dan zegt hij gewoon, heel gewoon, gelijk
dat je ze ziet op tv. Dus, dat, ja. Dus ik snap wel dat mensen zo... Dat hebben, tuurlijk, ja. Dat is menselijk, maar... Heb jij ooit mensen ontmoet waar je fan van was of dat je onder de indruk was? Want jij hebt iedereen ontmoet waarschijnlijk. Wat dan niet, maar ik ben grote fan van Suzanne Vega. En, ah ja, heeft hij niet onlangs in de Roma gespeeld of zo? Ja, ja, ja. En ik heb die... De eerste keer dat ik die ontmoette was op de Lokerse feesten. En ik was op van de zenuwen en ik mocht die een paar vragen meestellen. Dat was dan bij Studio Brussel. Iemand moest die gaan interviewen en ik mocht mee. Ik mocht ook een vraag stellen. Zalig. Maar ja, ik ben er heel mijn leven zo fan van geweest, zo naar opgekeken. En mijn ballon was toch een beetje doorprikt, dacht ik. Omdat die nogal heel... Zo wat afstandelijk deed en ik dacht, Maar dan heb ik ze daarna nog een paar keer ontmoet, want ze ging zelfs een nummer schrijven voor op mijn solo-album. Is het waar? Ja, en we hebben dat doorgestuurd, we hebben gemaild, we hebben elkaar nog een paar keer daarna gezien en zo. En nu heb ik wel zoiets van, ja, dat zijn keikoole, maar in het begin dacht ik ook, met een ballon doorprikt. Maar ja, dan was jij een van de vele interviews. Waarschijnlijk, en als ja. Dat dan, waar, ja. En ze heeft dus ooit in een interview iets over mij gezegd, dus dat vond ik keitof. en ooit dan, een van de laatste keren dat ik haar heb gezien, had ik een Marlene on the Wall laten horen, in mijn versie. Ah ja. En ik liet dat horen aan haar en die zei gewoon, oh my god, that's me with a Belgian accent. Is het eten klaar? Ja, dan moeten we stoppen. Sorry mannen, voor eten laat ik alles vallen. Alright, Kaar, dame, enorm bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan, het was alright, superleuk. En veel succes. Ik kijk er naar uit, je bent wel een beetje zenuwachtig. Hè? Ja, maar kijk er ook naar uit, okay. Hè? Vooral daar. Ja. Heel goed, alright, super bedankt. Fokkast. Goed, 2 maanden later, anderhalve maand later. Mm-hmm. Ja, de première was gepland op 13 december, die mm-hmm. is niet doorgegaan. Nee, klopt. Omdat, door omstandigheden... door omstandigheden is het nieuws van het feit dat ik ga scheiden veel vroeger uitgelekt dan ik had gehoopt. Ah, ja. En mensen maakten zich zorgen. We kregen heel veel mailtjes om te vragen, gaat Karen dan die show wel kunnen doen? Want dat is toch wel heftig wat er nu allemaal aan het gebeuren is. En ja. Ik dacht, maar ja, ik kan dat. En toen dacht ik, misschien is dat ook wel heel vreemd om over 2 weken de vrolijke Frans op een podium gaan uit te hangen. Terwijl de mensen net dit nieuws hebben gehoord. Ja. Hoewel dat voor mezelf natuurlijk al veel langer is. Een heel ander proces en een heel ander ding is. Maar goed, daar hebben de mensen geen zaken bij. Nee. En dan dacht ik, oké, misschien moet ik er dan wat mopjes over maken. Maar daar vond ik het ook veel te vroeg voor. Ja. En er niks over zeggen zou ook raar geweest zijn. Dus dan hebben we gewoon besloten van de première uit te stellen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat alle elk interview wat je dan over die show zou doen, over iets anders zou gaan. Voilà, inderdaad. Dus dat is gewoon niet prettig. Dat is gewoon niet handig. En nu is dus 14 februari. Valentijnsdag voilà. Is je première. Ik had toch niks anders te doen die dag. Nee, als je dat zit die in de show zit, neem ik aan. Sowieso. En dan is dat ook afgerond. Zo is dat, ja. Nu, dat betekent ook dat je 2 maanden extra tijd hebt gehad. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. Want ik dacht toen, ik ben klaar, maar nu ben ik klaar. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, je bent nu nog klaarder. Ja, ik ben nog veel klaarder. En wat zijn dan de dingen die je nog hebt aangepast? Of wat zijn de dingen die dan nog veranderd zijn? Er zitten nu 5 liedjes in de show. Ah ja. Die waren toen eigenlijk nog niet af. Eigenlijk was dat allemaal 1 groot excuus, gewoon om die première uit te stellen. Heb je nou gewoon allerlei privéomstandigheden verzonnen om een show uit te kunnen uitstellen? Is ik dat kon ik helemaal niet scheiden. en dan heb ik nog hulp gekregen van onze goede vriend Jan-Jaap van der Wal. Yes. Die hier is komen kijken. Ja, en die mij toen die avond, dus die was die ook hier. Ja, en dan heeft hij mij achteraf een beetje raad gegeven. En ik heb gevraagd, kunnen we eens een keer samen zitten en wil jij nog eens wat meesleutelen eraan? En hij heeft mij heel goede tips gegeven. Hij heeft de volgorde van de show ook veranderd. De structuur, waardoor dat het nu veel beter klopt allemaal. Ja. En ik ben 3 keer met hem mee geweest. En ik heb zijn voorprogramma mogen doen. Zijn voorprogramma? Dus jij was het voorprogramma van Jaja van der Wal? Ja. En hoe was dat? Heel, heel leuk. Omdat de mensen wisten dat niet. Nee. Dus hij begon en dan zei hij na zo... Ja, na 5 minuutjes zei hij, oké, ik heb iemand meegebracht. En dat was voor iedereen echt altijd een verrassing. Ja, tuurlijk. Maar wel
blijkbaar een aangename verrassing, want iedereen was wel altijd echt, echt ja, blij. Nou ja, en dan weet je ook, als het daar werkt voor een comedypubliek, voor Jan-Jaap zijn publiek, ja, dan als ben het, ik er als het dan werkt, dan gaat het voor je eigen publiek zeker werken. Ja, want dan denk ik, ja, deze mensen hebben helemaal niet betaald voor mij, of die wilden mij helemaal niet zien. Of die... Allee, ja, ik bedoel... Die hebben niet voor jou betaald, maar die zijn wel... aangenaam verrast dat ze zoiets extraatjes krijgen natuurlijk. Hè? Dat is altijd superleuk. Ja, absoluut. Dus ik heb daar 20 minuutjes gedaan elke keer. Ik heb die niet afgepakt van Jan-Jaap. Die kwamen er gewoon extra bij. Dat was gewoon extra, ja. Ja. Die kregen ze erbij of die moesten ze erbij nemen. Dat, dat laat ik in het midden. Was wel ene met een heel moeilijk publiek. Ja. Ene van die drie. En dat was ploeteren. Ja. Dat was heel hard werken. Ja. Maar ik ben overeind gebleven en ik dacht, ja, als ik dit overleef, dan kan ik alles. En voelde je dat het voor hem ook een moeilijker publiek was? Ah ja, dus dan, ja, dan ligt het inderdaad meer aan de omstandigheden en aan wat er op dat moment aan de hand is. En niet per se wie er op het podium staat. Nee, nee, dat was heel duidelijk. Ja. Ja. Ik denk dat die mensen niet wisten wie ik was. Hoe? Waar? Hoe kan dat? Dat kan niet. Dat kan niet. Ik weet niet meer. Voor de duidelijkheid, er wordt ook Lucy Chang gegeten. We worden niet gesponsord, nog niet. Maar het is een 53, is het. Ja, de wat ik ook wel een beetje grappig vind, dat dat gerecht de massaman heet. De 32 en een 53. Dat is jouw go-to ding. Altijd Lucy Chang. Ja, het is wel heel erg lekker. Goed, hè? Ja, 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 zonder twijfel. Maar goed, dus die voorprogramma van Jan-Jaap, dat is eigenlijk heel, heel leuk verlopen dan. Mm-hmm. En ja, dat zijn dan toch weer speelplekken en speelmomenten die je dan meepakt. Het was een ongelofelijke leerschool. Ja. Ik heb natuurlijk ook 3 keer blijven kijken naar hem. Ja. En ik zeg niet dat ik dingen heb gepikt, maar ja, ik denk nu wel, aha, dus zo doet hij dat als hem zijn tekst kwijt is. Mm-hmm. Goed om weten. Ja, daar zijn een hoop trucken van de voor. En dat is gewoon inderdaad, die heeft natuurlijk... Ja, die doet dat al van zijn 17, hè? Ja, ja, die doet dat al. Op die manier, die dat, hè? Want dat doe jij ook, maar op een podium staan. Niet, maar hij doet hij al letterlijk van zijn 17. Ja, ja. Dus dat is... Ja, dat is ja, die heeft een know-how. En die heeft hier ook al eens in de Joker... dan was Lucas Lely zijn auto was weggesleept. En hij was in het publiek ook. En toen zei hij van ja... En toen heeft hij gewoon 20 minuten gespeeld omdat Lucas nog onderweg was, omdat zijn auto was weggesleept en een heel gedoe. Zalig. En dan heeft hij gewoon uit het niks 20 minuten op het podium. En dan is dat leuk. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. En dat inspelen op dingen die mensen uit het publiek zeggen, hè, dat is fantastisch. Ik kan dat heel goed als ik thuis ben of als er niemand is. Ja. Maar dan zo ad rem zijn op het moment dat het eigenlijk zou moeten... Daar heb ik het soms moeilijk mee. Soms heb ik een goede dag en dan gaat dat soms niet. Nee, ja, je kunt er niet altijd forceren. En waar je ook voor moet oppassen, is dat je dan niet daarin blijft. En nog wel de show, dat je nog weet waar je gebleven bent. Mm-hmm, mm-hmm. Want als je inderdaad iets leuks zegt en denkt, hé, dat was grappig. Oh, fuck, waar was ik ook weer? Waar was ik weer? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Voilà. All right. En goed, dus we zijn beter voorbereid. 14 februari is het dan nu voor echt. Mm-hmm. En dan... Is de show die je afhankelijk gespeeld had, die is verplaatst naar april, heb ik gezien. Of is dat niet dezelfde show? Jawel, jawel. Dat is naar 24 april verschoven. Dus dat is eigenlijk de officiële première. Terwijl het uiteindelijk met een derde is. Maar... Ah ja. Met pers en genodigden en VIP's. Ah en ja, oké. Okay. Dus dat is dus de mensen van de 13e zijn dat diep. Dus dan heb je eigenlijk de Aremberg al gehad. Ook wel prettig is om die Aremberg al eens gedaan te hebben. Ja. Dat is eigenlijk wel fijn. Want als u een echte eerste, ook echt meteen de première is met de pers en alles, dan heb je zo'n zenuwen. Absoluut. En dat is eigenlijk niet ideaal. En heel veel mensen doen dat of moeten dat doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk, dat is nooit de beste show. Nee, nee. Voor niemand niet. Nee, want dat is heel vaak, ook al heb je ook al gespeeld met techniek of zo, er hangt toch een soort sfeertje rond. Ja. Je hebt extra zenuwen. En je kunt eigenlijk beter al 3-4 keer gespeeld hebben om dan echt... Ja, ja. Voilà. En, maar dan is show 1 is Aremberg, show 2 is Cressaal. Mm-hmm. Gelijk, dat is wel 2.500 mensen, nee? Ja. Daar was ik me ook niet van bewust. Dat is dan show 2. Nou. En dan show 3 is zogenaamde première, je verzette première. Ja. Voilà. En dan is het even niks en dan in het najaar verder. Hoop ik. Toeren, dat is de bedoeling. Ja. Ja. Nu even niks met de show. Nee, andere dingen. Ja, voilà. Was het maar waar. Dan is het even een paar maanden helemaal niks. Maar goed, en je zei dat je vandaag toch wel... Want de vorige keer, want daar hebben we natuurlijk... Ja, de vorige keer dat je stond... Ja, dat was superleuk gegaan, hè? De 26e?
heb tegen iedereen gezegd, het publiek waar ik het meeste bang voor was, was dit publiek, omdat dit echt wel, ja, comedy mensen zijn. Ja. Die er echt alles van kennen en heel veel al hebben gezien. Heel veel gezien hebben. En ik denk dat dit samen met, waar was het nu nog? Ja, Dendermonde van de week, de twee leukste shows waren. Alright. Ja, mensen super. Hebben echt heel hard gelachen. Leuke dingen komen zeggen achteraf. Ik zeg iets over mijn opgespoten lippen dat ik een keer heb laten doen. En op het einde van de show kwam er een meisje hier naar mij en die zei, ik heb heel de avond aan je opgespoten lippen gehangen. Ah wel, dat is een hele goede quote. Dat is een hele goede quote. Ja. Ja, ik zag ook zo wat mensen die ik ken en ook een meisje wat hier af en toe komt, maar eigenlijk niet vaak naar de comedy komt zien, maar speciaal voor jou. En die vond alles wat je zei, vond die grappig. Ik vond dat zo schattig om te zien. Want die was oprecht helemaal... En ik moet ook zeggen, ook na afloop, ik heb over die avond, heb ik het meeste van anderen gewoon... Hij zegt, hé, Karen, dame heeft bij jou gestaan, hoe was dat? Ja. En heb ik natuurlijk gezegd dat het goed was, want het was goed. Mm-hmm. Ik ga daar niet ook over liegen. Als ik het niet goed had gevonden, zeg ik van, ja, er is nog werk aan, had ik dat gezegd of zoiets. Ja. Maar ik heb tegen iedereen gezegd dat ik het goed vond en dat het leuk was. En inderdaad, ja, je hebt dan de liedjes niet gedaan, want je gaat vanavond de liedjes wel doen. Ja, ik doe er 3 van de 5. Omdat normaal met pianist is en 2 van die liedjes die moeten nog aangepast worden op die tape. Omdat we er wat aan veranderd hebben. Dus dan is dat te verwarrend. Dus, dus ik doe er 3, ja. Voilà, maar ik zeg het, ik heb over jouw show hier is er toch heel veel... Iedereen wou weten, hoe is dat dan? En, oh shit, ik had erbij willen zijn. En, Wel grappig, want er komen ook dikwijls mensen naar mij achteraf om te zeggen dat ze zo aangenaam verrast zijn. Zelfs iemand die zei van, dat is misschien geen compliment, maar ik had dit zo hard niet verwacht. Denk al, hé, leuk. Nee, maar ja, mensen die mij kennen, die weten dat ik al heel mijn leven zo ben. Ja. Maar mensen die mij kennen van TV of K3 of wat dan ook, die weten totaal niet wat ze moeten verwachten. Nee. En dan is dat wel plezant als ze het goed vinden. Nee, maar ja, we hebben het vorige keer ook over gehad. En dat was ook zo, als jij gewoon vertelt, je hebt zo'n rijk leven, je hebt zoveel meegemaakt. En als je gewoon vertelt, mm-hmm. en met de grappige beats, met de grappige dingen, ja, dan is het gewoon, en omdat je ook niet stuck-up bent, je vertelt gewoon inderdaad over je lippen en over weet ik van wat. Ja. Ja, dat is gewoon, ik wist dat potentieel goed ging zijn. En dat was het ook. Het was ook gewoon leuk. Allee, dank u. Dat is plezant dat mensen zeggen van... Er is onlangs zelfs een vriend van mij mee geweest naar een try-out. De John Miles Jr. Hij spreekt dan Engels, hè, die is. Ah, ja. En die heeft keihard gelachen. Allee, die verstaan ondertussen wel alles. Ja. Maar die zei ook van, dat moet je echt koesteren. Het feit dat jij jezelf blijft op dat podium en daarnaast dat je gewoon geen verschil ziet aan u. En dan denk ik, ah ja, dat is goed. Dat moet ik vond ook de stukken die je hier deed toen, ik weet natuurlijk niet hoe het geëvalueerd, maar de stukken die je toen deed, die je het meest minst ingestudeerd zijn, die waren voor mij het best. Mm-hmm. Als jij gewoon vertelt vanuit jezelf en minder tekstvast hoeft te zijn, omdat het met die schrijvers geconstrueerd is, Hoe losser je vertelt, hoe leuker hoe ik het voel. Ja, maar dat zegt iedereen. En mijn zus zei dat ook onlangs, na een try-out. Ze zei, ja, de verhalen die echt gebeurd zijn, vind ik echt veel grappiger dan degene die je hebt verzonnen. Ik zeg, maar dat is omdat je me kent. Ja. Want er waren dan weer andere mensen in het publiek die van niks wisten. En die zeiden, oh nee, ik zou niet weten. Die weten dat zelfs niet. Nee. Maar dat is nu wel zo... Dat heb ik zo goed geleerd dat het lijkt alsof dat ik het... Ook. Ja, maar dat is dan de oplossing inderdaad. Ja. En ik bedoel, dat is ook wat Jaap doet. Dat is dat, hè. Dat dingen verzinnen en dat zo in je hoofd zitten, dat het lijkt alsof je het allemaal ter plekke staat te doen. Mm-hmm. Wat zijn de dingen die je van Jaap... Want Jaap, ik sprak hem af voor een paar weken terug. En hij zei inderdaad dat hij niet jokes had geschreven of zo, maar dat het vooral structureel en dat soort dingen, over dat soort dingen ging. Ja, klopt. Kun je een voorbeeld, zonder te spoileren eigenlijk, maar kun je... Ik geef op een bepaald moment voorbeelden van wat dat de boekjes allemaal over mij hebben geschreven. Ja. Beetje fake news-achtig. En dan komt er ook een sms van Sky, van mijn zoon. Ja. Dat geen echte sms is gekend. Dat is van die mensen die sturen, mama, ben mijn bankkaart kwijt, kun je niet geld storten. Ja. Dus ik vind dat daar niet past. En ik doe helemaal op het einde een blokje over Sky. En hij zet dat dan daar. Ah, ja. Ik zeg, oh ja, dat is een keigoed plan. En zo van die kleine dingen allemaal. En hij heeft dat echt heel goed bestudeerd. En we hebben dat samen. En ook, ik heb iets verteld op een bepaald moment. Dat hij zei, maar dat is super grappig. Je moet dat in je show steken. Ah ja. Gewoon, we waren gewoon aan het babbelen. Hè. Ja. En dan dacht ik, ah ja, oké, dus dat zit er nu in. Ja, maar soms is dat ook...
Wat je ook vaak hoort is dat mensen zoveel meemaken of zoveel hebben en niet altijd beseffen wat er grappig is of wat er comedy is. Ja, en zei, allee, dat is toch een keigoed verhaal. Zeg, ja, maar hoe moet ik dat dan vertellen dat ik de juiste point heb en dat we dan zo'n beetje samen... Ja. Tof. Ja, zo, nou ja, goed. Dus ook Jaap, die doet dat ook voor jou, hè? Dus je bent ook graag gezien, hè? Maar ja, dat is toch? Ja. Ja, door hem. Ja, nee, en door veel mensen, denk ik hoor. Ik zie hem ook heel graag trouwens. Ja, dat is mooi. Ja, je hebt toch een hoge gunfactor. In mijn ogen heb je een hoge gunfactor. Ja, dat denk ik ook wel. Er zijn haters, hè, absoluut. Maar die... Ik word daar niet mee geconfronteerd of zo. Dus ik weet dat er zijn. Er zijn er zelfs heel veel, maar ik ben daar niet echt meer mee bezig. Nou ja, je hebt ook een goed team, hè? Want er zijn natuurlijk nu ook mensen die... Er is een video bij en de schrijvers zitten er ook bij. Dus je bent wel goed omringd dan. Vandaag niet, hè? Nee? Nee, jong. Er is niemand. Ah ja, dat was... Dus, ze laten mij allemaal aan mijn lot over. Ja, assistent. Ik vraag juist. Ah ja, komt Frederik, komt die? Of ja, wat is dat je assistent? Hoe noem je dat? Wat is dat? Dat is eigenlijk mijn rechter en linkerhand. Ah, ja, voilà, dus ik ben hier vandaag zonder handen. En ik zeg, is die ook? Komt die ook zo? En zij zegt, nee, die is van Aalst. Ja, punt. Meer moet er niet zeggen. Nee, want die is van Aalst. Het is Aalst carnaval en dat betekent alle mensen van Aalst zijn niet beschikbaar. Niet beschikbaar, nee. Gewoon niet. Van de aardbol verdwenen. Van de aardbol verdwenen? Ah, ja. Ja, dat is heel grappig hoor. Ja, goed. Ja, voilà. Maar ik ben er voor je. Dat ik heb lief. Het eten geregeld. Ja, ik heb u 5 keer gebeld. Ja. Normaal bel ik Frederike 5 keer. Ik zat nog in bad toen je mij belde. Sorry. En dan zo. Fokke, kun jij alsjeblieft zorgen dat eten er is als ik eraan kom? Want ik heb zo'n honger. Ja, het is hier om 6:40. En dan zelf arriveren om 7:10. Duh. Zo typisch. We zijn weer rond. Want het ging er net. Het ging in het begin over dat je altijd te laat bent. En inderdaad, je was te laat. Maar ja, dus ik lig in bad. Ik krijg telefoon van Karen Dame. Dat is al een beetje raar, want ik lig in bad. En ik denk van, oké, ik zal het toch maar oppakken. Ik zeg, ja, ik heb honger. Ik belde eigenlijk gewoon om te zeggen dat ik honger heb. Ik heb honger. Ja, dat mag. En daarnet zei je ook dat je een beetje stress hebt dat je kater hebt. Ja, dat is waar. Maar het is al beter, want ik ben hier een wensje aan het drinken. Voel mij al een pak beter. Nee, ik had echt stress, omdat normaal gezien is dat goed. Zo wat een kater hebben, dan zitten wat meer gemaakt voor. Ja, dan... zo wat relaxed. Maar dat, omdat ik bang ben dat ik iets kon vergeten doordat ik een kater heb, heb ik stress. Ja, snap je? Dus heb je geen lijstje van... Heb je geen lijstje met een soort overzicht van die bit en dan dat bit? Ja, ik heb 4 papieren waar dat zo de hoofddingen in stond. Ja. En de dingen dat ik altijd vergeet van, dat komt achter dat. Ja, die stond daarop. Dus dat is wel... Eigenlijk moet ik er echt gerust in zijn. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik ook wel. Ik begin een beetje te zelfzeker te worden als ik nog een wensje drink. Als je nog een wensje drinkt, dan... Nee, maar goed. Ik kijk er weer heel erg naar uit. Vorige keer was het leuk. Gaat nu ook leuk zijn. Het gaat leuker zijn nu. Gaat nog leuker zijn. Nou ja, ik ben wel benieuwd naar die liedjes. Ja. Wat voor soort liedjes zijn het? Eigenlijk zijn het liedjes met grappige teksten. Ze zijn zo mooi, de liedjes, dat ze raken. Er zijn echt al mensen die tegen mij komen en zeggen, die liedjes. Dus ook ga je die ook uitbrengen? Ga je er iets mee doen? Eentje misschien wel. En dan hebben we even nagedacht om dat in het algemeen Nederlands te doen. Want het is niet in het echt Antwerps, plat Antwerps. Maar het is ook niet mooi AN. Nee, het is zo wat tussen de twee. En we dachten, misschien is dat wel een beetje vreemd voor op radio. Maar uiteindelijk hebben we dan toch beslist om het zo te doen. Dus we gaan waarschijnlijk eentje uitbrengen. Alright, super. En wat is de titel? ADHD. ADHD? Ja. Want dat heb je. Ik denk het wel. Heb je een diagnose of is dat gewoon iedereen zegt dat, dus het zal wel zo zijn? En zo'n tweede website, je denkt, Als ik die punten allemaal bekijk, dan denk ik, het gaat hier over mij. Niet normaal. Ik ben al eens begonnen met zo die diagnose te laten stellen, maar dan moest ik nog 4 keer terugkomen en ik heb er geen... Dat gaat niet. Dat is misschien ook wel... Daar heb ik geen geduld voor. Geen geduld voor. En alles wat ik vertel, gaan mensen zeggen, ja, dat is wel leuk. Dan gaat het gewoon ADHD. Ja, voilà. Ja, dat zeggen veel mensen tegen mij ook. Dus, ik herken het wel. Ik ben niet hyperkinetisch, maar ik heb wel ADHD. Dat weet ik wel zeker. Oké. Goed. Heel veel plezier. Dank u. Amuseer u. En tot snel, hè. Ja. Merci, hè.